Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, ook de gasten in ons midden, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via internet met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee D. Visser uit Amersfoort. En de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 39. En het thema voor de prediking is: waarom gaan wij naar de kerk? Eén mededeling namens de kerkenraad, dat betreft de collecte. De fysieke collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie. Een deel daarvan gaat naar de Stichting Gevangenzorg Nederland. Deze stichting geeft dagelijks gehoor aan de Bijbelse opdracht van Jezus zelf uit Matthäus 25. Waar staat: ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Ze geven gevangenen hulp op weg naar een nieuwe toekomst zonder criminaliteit. Ook bieden ze een luisterend oor voor gevangenen en families die vaak te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en schaamte. De vrijwilligers doen dit vanuit het geloof in herstel en vanuit de Bijbelse overtuiging dat gerechtigheid ook vraagt om barmhartigheid. De bankkosten voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze, bij voorkeur maandelijks. We beginnen nu deze dienst met het zingen van de voorzang. Dat is Psalm 95, de versen 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen laat hij nooit los. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen met elkaar van Psalm 84, de versen 1 en 6. Had u er zin in om naar de kerk te gaan vanmiddag? Jullie, jongens en meisjes? Ik denk het wel, want anders was je niet geweest. Volgens mij is lang niet iedereen er. Maar jullie zijn gekomen omdat je er erg naar verlangde. Dat hebben we net gezongen, toch? Met Psalm 84. Ik had er zo'n zin in om hier te zijn, om God te ontmoeten.
Of hebt u het alleen maar gezongen omdat het opgegeven was? Ik kwam een keer een man tegen in de week en die zegt: dominee, ik heb zondag zitten liegen in de kerk. Vertel, zei ik. Nou, zei hij, we zongen op Psalm 84, vers 1. Maar ik had helemaal geen zin om naar de kerk te gaan en ik heb wel meegezongen. Dan zit je toch gewoon te liegen? Ja, eigenlijk is dat zo. Maar dan hoop ik, als u hier alleen maar zit omdat u dat gewend bent, dat God zo tot uw hart spreken mag, dat u een vreugde aan mag beleven aan deze dienst. We gaan ons geloof in de drie-enige God belijden en zingen daarna Psalm 150, vers 1. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we eerst om God zegen gaan bidden? Heere onze God, als gemeente van Jezus Christus zijn we hier samengekomen om u te eren en te aanbidden. Om wie u bent, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, ook de God van ons leven. En dat niet alleen. Maar u bent zo machtig dat u uw eigen zoon mens hebt laten worden. Om middelaar te zijn. Om het weer goed te maken tussen u en zondaar. Wat een machtig wonder. Wat een reden om elke keer weer verwonderd te zijn. Stil van te worden. Dat dat zo moest, maar dat het zo ook gebeurt. Dat is ten diepste ondoorgrondelijk. Maar het is wel wat u verkondigt. Het is wel wat u belooft. Het is wel wat u schenkt. En daarom komen we aan u vragen of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn
zodat wij uw woorden horen met ons hart. Zodat we er diep door geraakt worden. Zodat we vallen voor u, u toevallen. Omdat we niet zonder u kunnen, omdat we niet meer zonder u willen. U weet, Heere, wat ons dat kost. In feite alles. Maar uw macht is zo groot. En de kracht van het bloed. En de kracht van de geest. Dat daardoor dat wonder geschiedt. En dat we daarom mogen bidden. Het mogen vragen voor onszelf en voor elkaar, voor mensen om ons heen. Voltrek dat wonder in ons leven en doe ons daaruit leven altijd weer. En niet alleen ieder voor zich, maar ook samen als gemeente. Leer ons ook verstaan wat dat betekent, gemeente van u te zijn. We danken u voor dat geweldige werk van de verlossing. En dat het wereldwijd is. En dat u zelfs in landen waar het christelijk geloof streng verboden is, toch uw gemeente hebt. Dwars tegen alles in en boven alles uit. Uw werk gaat voort. Daar danken wij u voor. En we bidden of u alle werk in uw wijngaard, alle werk in uw dienst wilt zegenen. Wat hier gebeurt, wat in heel veel kerken gebeurt. En ook in het zendingswerk en evangelisatiewerk. Op allerlei manieren wordt het zaad gezaaid. En we mogen geloven dat u zorgt voor de oogst. Die is bij u in goede handen. En daarom we eren en prijzen u om Christus wil. Amen. We lezen vanmiddag een gedeelte uit Hebreeën 10, vanaf vers 19. Hebreeën 10, te beginnen bij vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes er niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden? Die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En de geest van de genade gesmaad heeft. We kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien.
En de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaardt. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, nog een heel korte tijd, en hij die komt zal komen en niet uitblijven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover de schriftlezing. We zingen van Psalm 27, de versen 3 en 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. De versen 3 en 7 van Psalm 27.
Het uitgangspunt voor de preek is vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Het is een hele bekende tekst. Wordt vaak gebruikt in discussies hoe vaak je naar de kerk moet. Op huisbezoek, als mensen geregeld maar één keer komen, of één keer per 14 dagen, of één keer per maand. Dan is dit een mooi uitgangspunt om over te praten, zo lijkt het tenminste. Maar in mijn ervaring leverde dat meestal weinig op. Want dan kreeg je al heel gauw de vraag, ja maar er staat toch niet hoe vaak je naar de kerk moet. Als ik elke zondag een keer kom, is toch in orde, toch niks mis mee. Als ik Hebreeën goed begrijp, dan hield die gemeente elke dag een samenkomst. Want in hoofdstuk 3 roept de apostel de gemeente op om elkaar elke dag te bemoedigen. En dat kun je alleen maar doen als je een samenkomst hebt, als je bij elkaar bent. Dus wat is dan 2 keer per zondag vergeleken met elke dag? Ik sprak laatst een jonge vrouw. En die zegt, ik ga echt niet elke week naar de kerk hoor. Dat vind ik helemaal niet belangrijk, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik heb zelf een Bijbel en daar lees ik elke dag in. En ik bid elke dag. Mijn geloof is goed, sterk. En daar heb ik echt die kerkdienst niet voor nodig. Geloven, dat kun je wel in je uppie. En als ik dan af en toe ga, want dat doe ik wel, soms heb ik daar wel zin in, behoefte aan. Ja, dan valt het soms ook nog tegen. Dus, en ze zegt, en als ik dan in de kerk zit en ik zie die mensen daar zitten. Sommigen kijken zo ongeïnteresseerd. Zitten geregeld op hun horloge te kijken en te gapen. Ik weet wel niet of ze er veel van meepikken. Dus als je elke zondag netjes 2 keer in de kerk zit, dat zegt ook niet alles, zei ze. Als ik de tekst goed begrijp, dan gaat het daar niet in de eerste plaats om hoe vaak je moet, hoe vaak je gaat. Hoewel dat niet een onbelangrijke vraag is natuurlijk. Maar het gaat veel meer om de vraag, ja maar waarom ga je naar de kerk? Nou zegt u het maar, waarom gaat u naar de kerk? Nee, u weet het niet. Ik heb van huis uit meegekregen, het gaat om de preek. Dat is het belangrijkste stuk van een kerkdienst. En die preek moet goed zijn, steengoed. Zodat je er toch geraakt wordt, zodat het je in je hart binnenkomt, zodat je er verder mee kunt. Mee eens? Daar gaat het om. De preek. Maar ja, ik weet nog beter dan u dat elke dominee niet elke keer in topvorm is. Dus dat het ook nog wel eens tegenvalt wat er kon. Maar dan ken ik ook heel veel mensen die zeggen, ja die preek is natuurlijk wel heel belangrijk, die staat wel centraal. Maar wat we zingen, dat is ook heel belangrijk. En als dan de psalmen of andere liederen gezongen worden, die mij aanspreken, die me wat doen, nou dan geniet ik echt van zo'n kerkdienst. Dan mag de dominee wel eens iets minder zijn, nou dat nemen we dan maar op de koop toe. Maar het is toch geweldig om met deze kerk vol mensen te zingen tot eer van God.
Maar ja, als ook het repertoire je niet meer zo bevalt, wat moet je dan? Nou, dan kun je shoppen. Dat kun je gewoon thuis doen, maar dat weet u wel. Of hier in Veenendaal zijn alternatieven genoeg. Dus dan kun je wat anders gaan zoeken. En als je dat ook niet bevalt, nou, dan kun je stoppen. En dat doen ook een heleboel mensen, dat zie je steeds vaker. Want ik denk wel dat u het met me eens bent als ik zeg, je moet er wel wat aan hebben aan zo'n kerkdienst. Bent u het met me eens? Je moet er wel wat aan hebben. Toch? Als dienaar van God zeg ik, mensen, in de eerste plaats moet de Heere er wat aan hebben. Hij moet geëerd worden, geloofd worden, aanbeden worden. Naar hem moet geluisterd worden. Daar gaat het in eerste instantie om. En natuurlijk, het is de boodschap voor ons. Het wordt ons aangereikt. En als het goed is, worden we erdoor aangeraakt. Maar het gaat in de eerste plaats om de Heere en zijn eer, zijn naam. We weten eigenlijk niet zoveel over die gemeente van de Hebreeën. Maar wat wel duidelijk is, uit deze brief, of beter gezegd misschien dit pastorale schrijven, dat er een periode in het leven van de gemeente was dat het geloof slapper werd. Niet meer zo functioneerde. Het geloof geloofde niet meer. En dat ook de kerkgang achteruit ging. Dat de samenkomsten niet zo trouw meer bezocht werd. En heel Hebreeën is één grote aansporing tot de gemeente. Mensen, hou toch vol. En dat kun je eigenlijk alleen maar als je ziet op Jezus. En in heel veel hoofdstukken wordt Jezus geschilderd als de hoge priester die het offer van zijn eigen leven gebracht heeft en die met dat offer het hemelse heiligdom is binnengegaan. Tot verzoening van de zonden van allen die hem toebehoren. Zo begint het stuk wat we gelezen hebben. En zegt de apostel dan, omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan en omdat hij naar zijn vader is gegaan en daar dat offer gebracht heeft, daarom mogen wij hem volgen langs de weg die hij heeft ingewijd. Hij zegt het nog sterker, wij mogen in vrijmoedigheid die weggaan. En er zitten er misschien wel mensen in de kerk die zeggen, ja, dat vind ik nou zo'n vervelend woord, hè? Dat woord vrijmoedigheid. Want ik heb vaak niet zoveel vrijmoedigheid. Ja, maar als je dit woord bestudeert, dan ga je begrijpen dat in die tijd dat een heel andere betekenis had. Niet dat je de zekerheid in jezelf moet zoeken en in je geloof en in de grootheid van je geloof. Nee, dat woord werd in die wereld gebruikt voor de burgers van een stad. En ieder die een echte burger van de stad was, mocht in de gemeentevergadering het woord voeren. Het was niet verplicht, maar je had wel die vrijmoedigheid. Nou, dat woord gebruikt de apostel en hij zegt tegen de gemeente van Christus, hij zegt tot degenen die hun hart verloren hebben aan hem, wij hebben vrijmoedigheid om die weg achter hem aan te gaan. Dus dat is niet iets waarvan je bij jezelf moet nagaan, mag ik dat wel en kan ik dat wel? Nee, de Heer Jezus heeft het gedaan.
En als je op hem vertrouwt, als je je hart aan hem gegeven hebt, als je hem niet meer missen kunt, dan heb je daar het recht toe. Dat krijg je van hem en daar moet je dan ook gebruik van maken. Daar moet je niet van afzien. Dat is de boodschap. En als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij in de verse 22 en de volgende, laten we tot God naderen, en ik verkort dat nou maar even, met geloof, en laten wij de hoop vasthouden, en laten we op elkaar letten en elkaar aanvuren tot liefde en goede werk. En dan komt er in veel vertalingen, ook in die we vanmiddag gelezen hebben, een vierde, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar als je het in het Grieks leest, dan staat het er zo niet. Er staat drie keer, laten we tot hem naderen met geloof, met hoop, met liefde, de onderlinge bijeenkomst niet nalatende. Dat heeft dus te maken met die drie zaken. En voegt hij er dan aan toe, dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En daar bedoelt u mij de dag van de wederkomst. Die dag is aanstaande. Niemand weet wanneer precies, maar sinds de hemelvaart kan het elke dag gebeuren. Het gebeurt op Gods tijd en soms kunnen we denken, nou dat is al zo lang geleden gezegd, hoe serieus moet je dat nou nemen? Maar dat is niet de taal van het geloof. Het geloof zegt, de Heer Jezus is overwinnaar, hij is de koning en hij zal komen. En misschien vandaag of morgen wel. Zou u daar blij mee zijn? Nou, heel echt. O Heere, wat een zegen, wat geweldig. Dat uw rijk komt. Want ik ben gekocht met uw bloed. En daarom mag ik dat rijk binnengaan. En het woord wat in vers 25 met bijeenkomst vertaald is. Datzelfde woord kom je ook tegen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar gaat het over de vereniging met de Heer Jezus Christus. Op de dag dat hij terugkomt, dan worden alle gelovigen verenigd met hem. En nou is de samenkomst van de gemeente, dus ook deze dienst, bedoeld als ook een vereniging met de Heer Jezus. Zo moet je eigenlijk een kerkdienst zien. De Heer Jezus is hier. Hij is in ons midden en hij verenigt ons met zich. Ter voorbereiding op die grote dag dat hij komen zal en dat het voor altijd vreugde en vrede zal zijn. De dag dat we altijd de Heere zullen dienen en eren en aanbidden. De dag dat de eeuwige rust begint. Toen ik zover was met het maken van mijn preek, moest ik opeens weer aan mijn moeder denken. Die zei, jongen, straks zullen we altijd zingen. En dan dacht ik, help, ik hou helemaal niet van zingen. En dan altijd, niks anders, en dan alleen maar psalmen en zulke soort liederen. Nou, dat leek me helemaal niks. Ik heb later nooit aan mijn moeder gevraagd hoe ze dat nou precies bedoelde, wat ze daarbij dacht. Maar ik heb inmiddels wel begrepen dat ik het in elk geval verkeerd begrepen had. Want zo gaat het helemaal niet dat we daar één groot koor vormen
en 24 uur per dag een uitvoering geef. Als dit Jezus komt, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, dat kun je voldoende opmaken uit het Nieuwe Testament, dan zullen allen die daar mogen zijn een taak krijgen. Gewoon aan het werk zijn. Alleen anders dan vandaag, anders dan hier. Je zult nooit met tegenzin aan de gang zijn. Met stress. Met angst en met onzekerheid of met overmoed. Nee, dienstbaar aan de Here, aan de nieuwe schepping, aan elkaar. Dat. Ik ben soms wel benieuwd wat voor taak ik daar zal mogen vervullen. Ik weet het niet. Eén ding weet ik zeker. Ik word daar geen dominee. Want die zijn daar niet meer nodig. Dan is iedereen bij de Here en dan weet iedereen alles van de Here. Dan is dat beroep volstrekt overbodig geworden. Maar hoe het verder zal zijn op de nieuwe aarde. En eerder in Hebreeën gaat het erover dat voor het volk van God, voor de gelovigen, de Sabbatrust nog wacht. Rust met een hoofdletter. Lijkend op de rust van God na de schepping. En toen moest ik denken aan de catechizant die een keer zei, ik wil helemaal niet naar de hemel. Ik zeg niet naar de hemel. Dat wil iedereen toch? Nee, zegt ze, want daar ben je altijd in de ruststand. Het is dan altijd vakantie. Altijd lig je als het ware op het strand, in de zon, onder een parasol en meer niet. Nou, ze zegt, ik hou het geen half uur vol, laat staan, altijd. Ja, zulke soort wonderlijke gedachten kunnen mensen, niet alleen kinderen, maar ook grote hebben als het gaat over de wederkomst. Ook omdat er in de Bijbel niet zoveel over verteld wordt. En daar kun je natuurlijk nieuwsgierig over gaan speculeren, maar dat heeft helemaal niet zoveel zin. Het zal in elk geval zo rustgevend zijn. Zo goed zijn. Zo eeuwig volmaakt zijn. Dankzij het volmaakte werk van de Heer Jezus. Dankzij de volmaakte hemelse Vader. En nou zitten we in de kerk als een soort repetitie voor die dag. Zo moet je eigenlijk een kerkdienst zien. We zitten te oefenen voor de grote dag dat de Heer Jezus terugkomt. Om ademloos te luisteren naar Hem. Om Hem groot te maken in die tijd vol vrede en vreugd. Maar zover is het nog niet en vandaag spreekt de Heer tot ons door de verkondiging. En dan zegt Hebreeën 10, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en een lichaam dat gewassen is met rein water. Nou, ik kan me voorstellen, als u dat leest, als u dat hoort, dan denkt u, ja, maar dat is nogal wat. Wie kan nou hier zeggen, zo'n geloof heb ik, zo'n verzekerd geloof, zodat ik het weten mag, ik ben helemaal rein, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Dat is nogal wat. Je zou er bijna moedeloos van worden. Vooral als je het evangelie toch net niet helemaal goed begrijpt. Dat je denkt van, oh, daar moet het dus naartoe, daar moeten wij op aanwerken. Maar als dienaar van het woord mag ik tegen u zeggen, mensen, God kent u. God weet van uw ongeloof. Van uw onreinheid,
Daar hoef je hem niks over te vertellen. En omdat dat zo is, heeft hij zijn eigen zoon gezonden om die reiniging tot stand te brengen. Om dat geloof te schenken. Om dat harde hart van ons te verbreken en te vernieuwen. Het heil, de zaligheid, het ligt alleen in de Heer Jezus Christus. Van Hem moeten we het hebben. Het wordt ons gegeven. En daardoor kun je spreken van volle zekerheid. En daardoor kun je spreken van reinheid. Niet omdat ik het zo ver geschopt heb, zo ver gekomen ben op de geloofsweg, maar omdat de Heer Jezus de volmaakte zaligmaker is. En het enige wat hij vraagt, geloof in Hem. Vertrouw op Hem. En dat geldt ook voor de dingen die daarna volgen. Als ik het in het Grieks lees, dan denk ik dat je het woord onwrikbaar moet voegen bij het woord hoop. Laten wij de belijdenis van de onwrikbare hoop vasthouden. Hij die het beloofd heeft, is trouw. Daar klinkt eigenlijk precies datzelfde door. De Heere heeft het gedaan. Het hangt uitsluitend van de Heer Jezus af. Van zijn heilswerk. En door hem, door het vertrouwen op hem, is er hoop. Een hoop die vast en zeker is, onwrikbaar is. Als we zeggen, die hoop moeten we vasthouden, dan zeggen we daarmee, we moeten aan de Jezus vasthouden. Hij die het beloofd heeft, is trouw. Hij doet het, hij volbrengt het. Wat een zegen dat het niet van mij of van u afhangt, maar dat het echt genadewerk is, dat het echt geschenk is. En als er zo dan die relatie met de Heer Jezus mag zijn. Kent u die? Verlangt u daarna? Als die relatie er met de Heer Jezus mag zijn, dan is het ook de bedoeling dat we leven in de liefde. En dat we elkaar aanvuren tot liefde. En niet alleen maar als een mooi woord, wat vaak gebruikt wordt, waar vaak over gezongen wordt. Nee, liefde die tot uiting gebracht wordt in goede werken, in goede daden, in een leven met Christus en vanuit Christus. Daar gaat het om. Dat wordt verkondigd. Dat wil de Heer ons geven. Zo wil Hij ons voeden. En dan staat er in de tekst ook nog een woord waar ik nog even uw aandacht voor moet vragen. Dat is het woord wat vertaald is in deze vertaling dat we elkaar moeten aansporen. Maar eigenlijk staat er, we moeten voor elkaar een parakleet zijn. En sommige vertalingen die maken ervan dat we elkaar moeten bemoedigen of vermanen. En vertroosten zou je ook kunnen zeggen. En als u denkt, hoe kan dat nou allemaal in dat ene Griekse woord zitten? Nou, u hebt misschien wel eens gehoord, zo rondom Pinksteren, dat de Heilige Geest de parakleet wordt genoemd. De trooster. Zo wordt het vertaald in het evangelie naar Johannes. De andere trooster. Maar eigenlijk staat er een woord dat betekent erbij roepen. Je moet elkaar erbij roepen. En dat heeft veel kanten. Ik zal het even duidelijk maken voor de kinderen. Dirk, kom hier! Zei mijn moeder vroeger nog alles. Je zou die rommel opruimen, je hebt het nog steeds niet gedaan. Direct. Nou, dat is een behoorlijke vermaning. Dan krijg je even een tik om je oren, soms echt en anders met woorden. Of als ik mijn knie kapot gevallen was, dat gebeurde nog alles.
en mijn moeder was dan blij dat ik een korte broek aan had, dan mocht ik bij haar op schoot zitten. Dan werd ik getroost. Nou, als ik bij mijn moeder op schoot zat, dan voelde ik al bijna niks meer. Behalve uit de warmte van haar liefde. Geweldig. En soms moet je als ouders je kinderen ook wel eens bemoedigen. Een kind kan soms onzeker zijn. Wij hadden een keer een kind, die kon niet slapen. Want hij had de volgende dag een repetitie en hij snapte het niet en het werd niks. En hij lag maar te woelen en te zeuren en om de 5 minuten kwam hij beneden. U kent dat misschien wel, of misschien is dat alleen van vroeger, dat weet ik niet. Maar goed, op een gegeven moment zei ik tegen hem, joh, weet je wat, jij blijft morgen thuis. Je hoeft niet naar school. Nou, toen sliep hij in 5 minuten. Dus ik belde volgende ochtend school op. Ik zeg, onze zoon komt niet. Die kan niet komen vandaag. Oh, beterschap. Ja, ik had niet gezegd dat hij ziek was. Ik heb het ook maar zo gelaten. Maar toen hij die repetitie later in moest halen, ging het helemaal goed. Dus dan moet je even bemoedigen, even over die onzekerheid heen helpen. Nou, dat alles zegt Hebreeën, dat moet de praktijk van het gemeenteleven zijn. Dat je voor elkaar tot een bemoediging bent. Nou, dat is nog niet zo simpel. Dat je elkaar ook mag en durft vermanen, dat lijden kan. Nou, dat is helemaal niet simpel vandaag de dag. Denk maar aan het begin van de preek. Als je tegen iemand zegt, ja, ik verwacht je 2 keer in de kerk, want je moet de onderlinge samenkomen niet nalaten. Dan zegt hij, wat bemoei jij je mee, man? Dat moet je zelf weten. En dat je elkaar ook troost. Dat is ook niet simpel. Denk maar aan Job, aan de vrienden van Job. Toen ze 7 dagen niks zeiden, waren ze goed bezig. Dat gaf een beetje troost. Als ze gauw zijn mond opendeden, was het foute boel. Nou, dat kan dus zomaar. Maar ja, om bij iemand die heel verdrietig is, die heel depressief is, 7 dagen stil te zitten. Ik houd het geen 7 minuten vol. Dus troosten, dat is nog niet zo simpel. Maar dat hoort wel allemaal bij het geloof. Toen ik me dat op me liet inwerken, toen dacht ik, wat is er nog onnoemelijk veel werk aan de winkel. En gelukkig hoeft dat niet bij onszelf vandaan te komen, niet op eigen kracht te gebeuren. Want in heel dit gedeelte staat Jezus Christus met zijn genade, met zijn liefde, met zijn heilswerk helemaal in het stralende middelpunt. En als je je daar met elkaar omheen schikt en bij hem hoort en daardoor bij elkaar hoort, nou, dan kun je leren om op die manier geestelijk en gelovig samen een gemeente te zijn. Om dat ook echt tot zijn recht te laten komen. En dat is dus niet alleen een taak van de Broeders Kerkeraad, maar dat is een gemeenschappelijke taak. Zij hebben daar wel een belangrijke plek in, maar niet alleen. Ja, en dan opeens, dan tapte de schrijver uit een ander vaasje. Dan zegt die mensen in de versen 26 tot en met 31, mensen, als jullie tegen de wil en de bedoeling van de Heer ingaan, terwijl je beter weet, daar moet je niet gering over denken, hoor. Want weet je, in de tijd van het Oude Testament werden mensen dan al streng gestraft, maar dat zal nu niet minder zijn. Want eigenlijk ben je dan bezig om de Zoon van God te vertrappen en het bloed onrein te achten en de geest van de genade te smaden. Alsjeblieft, waak daarvoor, denk daarom. Weet wat je doet. Weet je hoe je in de gemeente staat en met elkaar gemeente bent.
Soms wordt dat stukje apart gelezen en dan weten mensen er ook vaak niet zo goed raad mee. Want het klinkt alsof als je erg gezondigd hebt, dat een tweede bekering onmogelijk is. Daarom is Hebreeën ook wel eens een poos niet aan de Bijbel toegevoegd. Maar ik denk dat de apostel hier de gemeente doet opschrikken. Oh, wacht eens even. Als we dus niet goed bezig zijn, als we niet in de geest van de Heer bezig zijn, als we niet echt als gemeente van de Heer Jezus leven, dan hebben we wel met een heilige God te maken. En dan doe je net alsof dat bloed van de Heer Jezus helemaal niet van zoveel waarde is. Dat kan toch niet? En dan bekijkt de apostel het nog weer van een andere kant. Hij zegt, er zijn dagen geweest, dan stonden jullie zo gelovig in het leven, dan waren jullie zo goed bezig. Want toen jullie christen geworden waren, zeiden een heleboel mensen, wie wordt er nou christen? Dat is toch achterlijk, dat doe je toch niet? En jullie kregen te maken met smaad en verdrukkingen. En het gebeurde dat jullie in de gevangenis terechtkwamen, of dat jullie anderen in de gevangenis troffen en dat je die opzocht. En het gebeurde ook dat jullie huis leeggehaald werd door de overheid, omdat jullie christen waren. En staat er dan, dat vind ik zo'n bijzondere tekst, dan staat er dat jullie dat met blijdschap aanvaard hebben. Heus niet omdat ze zeiden, oh, het kan ons niks schelen hoor, als onze spullen weggehaald worden. Maakt niet uit, nee. Maar staat er, jullie weten van een beter blijvend bezit in de hemel. Jullie weten, de Heer Jezus is overwinnaar en hij komt eerdaags terug en dan neemt hij alles voor ons mee. En dan zijn we voor eeuwig bij hem. En daarom gemeente, luister naar de Heer. Doe wat Hij zegt. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. Zie niet af van uw recht. Maar blijf volharden door te luisteren naar de Heer alleen. Want als het zo mag zijn. Als je op de geloofsweg voortgaat, dan zullen we van de Heer krijgen wat Hij heeft beloofd. Het behoud van je ziel. Totale redding in het Koninkrijk van God. Amen. Laten we van Psalm 111 zingen. Loof, halleluja, loof de Heer. Het eerste vers en ook het zesde vers.
zullen we samen danken en bidden. Heren, wij worden stil voor u. Vanwege de rijkdom van het evangelie. Omdat uw zoon, de mens zonder zonde, zich helemaal opgeofferd heeft om verloren mensen te redden. Ook een mens zoals ik ben. Feitelijk is het niet te bevatten. En daarom werk met uw geest in ons hart. Zodat we het geloven. Zodat het diep tot ons doordringt. Hem hebben we nodig. Zonder hem kan het nooit goed komen. Kan het alleen een poosje hier op aarde goed zijn, maar dan houdt het op. Voor altijd. Geef, o God, dat we de noodzaak, dat we het belang inzien om de Heer Jezus te mogen toebehoren. Geef dat we niet anders willen. Dwars tegen onze eigen wil in, eigenwilligheid. Dat we ons aan uw gewonnen geven. Aan dat machtige wonder van genade voor goddelozen. We loven en eren en aanbidden u. Voor de Heer Jezus. En van wat hij heeft gedaan. Waardoor er een glorierijke toekomst is. Altijd bij u. Altijd in de rust. Vol vreugde, vol aanbidding. Wie zou dat niet willen? En dan klinkt het stemmetje van binnen, is wel waar. Is het wel waar voor jou? En dan klinkt het de stem van uw vijand, laat je niks door God wijsmaken. Hij heeft helemaal niet je geluk op het oog, integendeel. Hij wil je tot een slaaf maken, hij wil je ontmenselijken. En we moeten u eerlijk zeggen dat we zo de neiging hebben om daarnaar te luisteren. Dat zit er zo diep in. Maar gelukkig hebt u uw geest gegeven. En door de kracht van de geest wordt het anders. Wordt het nieuw. Dat bidden we voor iedereen die vanmiddag deze boodschap hoort. En we bidden het ook voor de mensen die al beleden hebben dat ze dit echt geloven. Maar om dat nou vol te houden, om vast te houden. Zelfs bij die Hebreeën lukte dat soms helemaal niet. Zodat ze heel streng en vertroostend werden aangesproken. Om te lokken tot de Heer Jezus. Om terug te brengen. Op de goede weg. Om voortgang te kunnen boeken. Omdat de Heer Jezus bij ons blijft en met ons meegaat. Hij is tot in alle eeuwigheid dezelfde. Geprezen zij uw naam om uw zoon. En we vragen u, geef dat we niet alleen een persoonlijk geloof mogen kennen, maar dat we ook als gemeente niets liever willen dan een gemeente van Christus zijn. Mensen die met hem innig verenigd zijn en daardoor ook innig verenigd met allen die hem toebehoren. En dat we op die manier bezig willen zijn. Oefenen willen elke zondag. Voor de grote dag.
Maar ook dat we in het leven staan in de geest van Christus. Heren, wij mogen het u vragen, want u belooft het. En zo kunnen we de nieuwe week in, vol dankbaarheid, vanwege de kracht die er is in de Heer Jezus, om te geloven, te hopen en lief te hebben. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen ons slotlied uit Psalm 145, de versen 2 en 3. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Vers 2 en 3 van Psalm 145.
De Heer is goed, hebben we gezongen. Dat blijkt ook uit het feit dat hij ons zijn zegen meegeeft. Laten we die ontvangen met een biddend hart. Want daarin ligt de kracht om te leven in geloof, hoop en liefde. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.